Goedendag, welkom bij een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. 13 maart 2020, 13 maart 2022. 2 jaar COVID in Suriname. Het heeft een aantal levens gekost. Het heeft ook heel veel druk gezet op de zorg, maar ook op de economie in Suriname. De directeur van Volksgezondheid, die brengen we vandaag aan het woord om te vertellen hoe het is geweest de afgelopen 2 jaar. Toen COVID-19 haar intrede deed in Suriname, was ik nog geen directeur van Volksgezondheid, maar ik heb het proces eigenlijk op de voet gevolgd, in principe alle artsen. En we werden direct geconfronteerd met heel strenge maatregelen om de verspreiding te voorkomen. In principe begon het voordat Suriname geconfronteerd was met een eerste COVID-19 geval. Want overal, alle werkplekken, eigenlijk overal in het land, werden al protocollen in place gebracht om te voorkomen dat iemand met COVID-19 binnen gelederen zich zou kunnen bevinden. En daarnaast werd er allerlei screeningsprotocollen in place gebracht dat zodra zo iemand zich binnen een groep mensen zich bevindt, wat er allemaal gedaan zou moeten worden om de verspreiding te beperken. Maar gelukkig hadden we in het begin van 2020 nog geen COVID-19 in Suriname. Jammer genoeg heeft COVID-19 haar intrede gedaan op 13 maart 2020. En daarna zijn we direct geconfronteerd met strenge maatregelen die heel terecht waren, omdat wij ervoor moeten zorgen dat any persoon met COVID-19 zo min mogelijk mensen kan besmetten. En daarvoor waren de maatregelen. En waarom? We hebben gezien dat in de wereld er veel mensen doodgingen aan COVID-19. Er was ook heel weinig bekend over COVID-19. Dus het zekere voor het onzekere nemen was op zijn plaats. En uiteraard de populatie wil zoveel als mogelijk beschermen. En we moeten beseffen dat het ging om een virus dat niet bekend was in de wereldgemeenschap. En dat betekent dat de populatie, de wereldpopulatie, veelal geen immuniteit had zoals we kennen tegen H1N1, het influenzavirus, griep wat we kennen. En ondanks het feit dat bij sommige mensen COVID-19 als een griepje zich voordeed, zouden we duidelijk onderscheid moeten maken tussen COVID-19 en griep ten gevolge van influenza en andere virussen. We hebben gezien dat door deze maatregelen de verspreiding beperkt werd. In mei kregen we de verkiezingen, wat meer beweging tussen mensen. Ook hadden we heel veel illegale verplaatsing van mensen buiten de grenzen. Dat heeft zeker bijgedragen tot de introductie van COVID-19. We weten dat in april al, we grenzen aan Europa. Europa had al in februari al golven. Kende beelden van Italië, zware, heel ingrijpende beelden. In regio van rondom Milaan en omstreken in Italië. We kennen de beelden van de rest van Europa, hoe alles, zelfs in maart al, had je ziekenhuizen die zich opeens transformeerden in een andere dienstverlening. Er werd zoveel rekening gehouden met COVID-19. Dus terecht ook. En na mei, juni, zagen we dat doordat er migratie was en uiteraard als mens leef je hebt minimale beweging nodig van mensen, minimaal contact, omdat we moeten ook overleven. Dus de essentiële zaken die moesten toch nog
uitgevoerd worden, maar wel met behulp van bestaande protocollen die ontwikkeld werden, zodat de introductie van COVID-19 op een werkplek en verspreiding beperkt werden. We hebben op een of andere manier een eerste golf gehad, juli, augustus 2020. Juni, juli, augustus 2020. We hebben het in Suriname heel kordaat opgepakt. We hebben toch nog wat ondersteuning gekregen van onze collega's in Nijmegen vooral, wat ik weet. Dr. Denise Telg bijvoorbeeld is een naam om zeker te noemen. Als Nederlandse internist die met Surinaamse roots. En zij heeft met haar team ons ook een beetje ondersteund, omdat ze ervaring al hadden in maart, april in Nederland. Behalve dat ons team, ook onder crisismanagement van Dr. Eersel, die heeft kordaat maatregelen uitgestippeld zodat we snel uit de eerste golf waren. En ook heel door correct beleid, correct public health measures zoals we het noemen, dus dat is eigenlijk maatregelen die de openbare gezondheidszorg beschermen. En we waren dan in heel lage cijfers. Wat er gebeurde daarna is dat er in december, begin december, dat je weet, december is feestmaand in Suriname, en op een of andere manier kregen we wat activiteiten die uiteraard niet mochten. Want bijeenkomsten die waren altijd nog verboden. Maar je hebt mensen die bij elkaar komen, je kan niet overal tegelijkertijd aanwezig zijn bij de handhaving. En dan zie je dat er haarden ontstaan. Uiteindelijk ontstaat er in december een tweede golf. En die golf heeft zich dan voortgezet tot eind februari 2021. En ik ben vanaf 1 januari 2021 in dienst getreden als waarnemend directeur van volksgezondheid. En u moet beseffen dat ik dan in een rijdende sneltrein, eigenlijk wat COVID-19 betreft, terechtkom. Het waren heel uitdagende tijden waarbij de COVID-crisis eigenlijk weer oplaaide. Na een eerste golf succesvol te hebben gecoupeerd. En de HR-problemen er nog steeds waren. Die waren er altijd, als het ware. Wat er ook bijzonder was, is de financiële problemen. Alle instellingen die stonden op instorten. En het is een bijzondere uitdaging geweest, die tijd. En tot nu toe zijn we nog bezig om de zorg goed te ordenen. En de tweede golf die heeft uiteindelijk toch nog haar tol geëist. Na de tweede golf, dan hadden we in maart, begin april, en was het wat rustiger, maar toen zag je al in april de stijgende trend. We kregen toen het nieuws dat wij ook gamma variant hadden in het land, en we hadden ook de beelden van Manaus mogen zien toen, waarbij er heel veel problemen waren, vooral met zuurstofvoorziening. En we probeerden echt goed voorbereid te zijn, maar in april nog kwam de derde golf hard aan. En het kwam bijzonder hard aan. We hadden toen we zijn begonnen met vaccinatie op 23 februari 2021. Maar vaccins waren heel schaars. Dus we konden niet een goede percentage van onze populatie beschermen door het vaccineren. En daarom, tijdens de derde golf, hebben we een behoorlijke dreun gehad door de derde golf. En gelukkig hebben we in juni wat hulp gehad van Nederland met vaccins. En we hebben daardoor
een behoorlijk deel van onze populatie kunnen beschermen. En die bescherming is tot uiting gekomen tijdens de vierde golf. Want de vierde golf was meer dan 3 maal hoger dan de derde golf. Maar uiteindelijk heeft de vierde golf niet meer doden geëist dan de derde golf. Dus daar zie je al de beschermende factor van het vaccineren. De golven hebben ons behoorlijk wat gedaan. We weten, we moesten heel strenge maatregelen aankondigen. Maar dat is omdat overgrote deel van onze populatie onbeschermd was. Het is een nieuw virus, zoals ik eerder zei. En daarom had de mensheid geen beschermstoffen tegen, basale beschermstoffen tegen, om er tegen te vechten, als het ware. Tussen aanhalingstekens. En we hebben daarom ervoor gekozen om het zeker voor het onzeker te nemen. En behalve de risicomensen, ook de niet-risicomensen te beschermen door strenge maatregelen. Maar we moeten beseffen, essentiële zaken moesten doorgaan. En daarom werden er protocollen ontwikkeld, zodat er veilig geproduceerd zou kunnen worden, zodat er veilig overleefd kon worden in de samenleving. En daardoor hebben we dus toch nog ons doel bereikt. Want hadden we deze maatregelen niet aangekondigd of toegepast, dan hadden we door een massale verspreiding van het virus veel meer doden gehad. Veel meer, factor 10 minimaal. Dus daarmee moeten we wel rekening houden. We hadden al met deze maatregelen moeite om hoeveelheid patiënten op te vangen soms. Dus daarmee trouwens, we kennen de code zwart nog van de ziekenhuizen, code paars van de verspreiding en de total lockdowns die nodig waren. Naarmate de bescherming vordert door het toedienen van vaccinatie en doordat mensen ook op natuurlijke manier besmet raken met het virus, dan weet je dat een bepaald deel van de populatie ook beschermd wordt. Maar we moeten beseffen, en we blijven dan uitkijken naar conclusies van wetenschappelijk onderzoek, om steeds onze samenleving te blijven informeren over wat het beste is om te doen. Na de vierde golf kwam de vijfde golf, Omicron. In november al werd het aangekondigd in de wereld. En wij waren dus daarom heel erg voorzichtig. Wij hebben dan ook de extra maatregelen aangekondigd. En in december kregen wij nog net niet Omicron. Maar in januari hebben we echt een hele hoge aantallen gehad in het land. Gelukkig door een verhoogde bescherming door middel van vaccinatie, de boostershots ook. En ook dat mensen, een bepaald deel van de mensen, ook al op een natuurlijke manier beschermd waren. En nog een combinatie waarbij Omicron wat milder was dan varianten als Malaus en Delta, hebben we een veel lager sterftecijfer gehad bij onze vijfde golf. Maar we moeten beseffen, COVID is niet weg, die is er nog. We gaan door moeten gaan met ons gedrag om massale verspreiding tegen te gaan. Morgen vieren we natuurlijk weer Pagwa Feest in Suriname. Zoals u weet wat er allemaal afgelopen jaar is gebeurd tijdens Pagwa in Suriname, wil ik bij deze nog steeds aangeven dat feesten verboden is. Gaat u verantwoord om met uw leven, maar natuurlijk ook van uw medemens. Het zit erop voor deze aflevering, maar de directeur die heeft nog een Pagwa-boodschap voor u. Voor mij alvast goedenavond en een shupoli. Ik wil de samenleving op het hart drukken om niet te vergeten dat COVID-19 er nog is. Dat wil zeggen dat het ook uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat we geen explosieve aantal gevallen in het land krijgen, zodat een deel in het ziekenhuis opgenomen zal moeten worden. Dus, mijn boodschap is, zorg u ervoor dat u niet bijdraagt aan massabijeenkomsten, aan superspreading events, zodat de verspreiding van infectieziekten, want dat gaat er altijd zijn,
Bij griep is het ook zo dat die binnen bepaalde normen blijft. Laat u zich beschermen door een vaccin, dat wanneer op een of andere manier u toch nog besmet bent, dat uw immuniteit ervoor zorgt dat het virus u niet ernstig ziek maakt. En laten wij zo veilig verder gaan met het leven, zodat we kunnen werken, kunnen samenleven, veiliger, totdat het gevaar eigenlijk geweken is, waarbij de groepsimmuniteit zo groot is, dat alleen bepaalde risicomensen wat ernstige klachten kunnen krijgen ten gevolge van any infectieziekte, en die moeten dan altijd alert blijven met de preventieve maatregelen. Maar ook wij, we hebben uit COVID geleerd dat wij wat meer aandacht moeten besteden aan infectiepreventie in het dagelijks leven. Maak u gebruik daarvan. Ik wens een ieder shubholi en viert u op een veilige manier. Pagwa.